Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. En sportvoedingsmerk Ministry. Ga naar ministry.com voor Welkom meer. Welkom bij de Flits, een podcast over rennen. met deze week. Jury Einds en ikzelf Maxi Morsels. Het is een week van selecties. Die van het Nederlands voetbalelftal voor het EK in Duitsland is bekend. En laten we eerlijk zijn, die van de Nederlandse selecties voor de Olympische Spelen is veel belangrijker. En ook die is deze week bekendgemaakt. Wie krijgt Matje van der Poel mee? En waarom? We gaan het helemaal voor je uitspitten. Dat doen we ook voor de tourselectie van Visma Leasebike. En, en moeten Nederlandse ploegen in Nederlandse wedstrijden een startplicht krijgen. Ik vind van wel. En waarom? Blijf luisteren naar deze aflevering van de Wielenflits podcast. Jury, fijn dat je er weer bent. We kregen al wat bezorgde berichten van luisteraars met de vraag waar je was. En dit is geen grap. Je hebt eventjes de dood in de ogen gekeken. Maar gelukkig ben je er nog. En ben je weer hier. Ja, nee. Het was inderdaad uh, 48 uur even spannend. Um, ik heb een knieoperatie gehad. Kruisbandreconstructie. Uh, uh, twee dagen na Parijs-Roubaix. Dat was gepland. Uh, daarna moet je twee weken lang met je been omhoog. Uh, dan bestaat er een kans op stolling. Daarvoor krijg je ook medicijnen mee. Um, maar ondanks die medicijnen is dat bij mij uh, toch gebeurd En uh, ja goed, daar kwamen we pas uh, heel laat achter En bleek ik twee uh, forse longembolieën te hebben En uh, ja, uh, als ik een uh, donderdagmiddag Dat is uh, vandaag vier weken geleden Ben ik binnengebracht Spoedeisende hulp, ja. vier dagen op de cd gelegen nog gewoon een podcast opgenomen ja, precies. Nou ja, zo, zo kondigde dat zich dus eigenlijk helemaal niet aan. En uh, ja, gelukkig heb ik een, een smartwatch om en die waarschuwde de hele dag dat mijn hartslag uh, te hoog was. Ik maakte nog een grapje op Instagram toen, uh, het zal het zijn, uh, maar uh, ja goed, werd ik een halve dag, uh, was ik, hè, donderdagmiddag ben ik dus weggebracht. Was dat donderdag op vrijdagnacht geweest op vrijdagochtend, dan uh, hadden wij hier uh, nu niet samen gezeten. Uh, nee, dus dat, nee. maar inmiddels gaat het echt oprecht uh, hartstikke goed. Voel me goed, voel me fit. Uh, en uh, ja, en vooralsnog staan alle lichten op groen om straks uh, gewoon richting de tour te gaan. Ja, dan kunnen we het gelukkig weer ook gewoon gaan hebben over uh, ViewRen. Iets wat wij graag doen, onder andere in deze podcast. En uh, ja, zeker afgelopen, na afgelopen weken is er weer een hoop uh, te bespreken. Uh, we gaan het. ...heel weinig hebben over de Giro. Uh, daar is al veel over gesproken en genoeg over gesproken... ...over wat daar over te bespreken was. Uh, we gaan het hebben over wat er deze week... ...allemaal uh, gebeurd is. En uh, dat is een hoop met onder andere dus de selecties. Nee, jij, we hadden daar een hele mooie... ...productie voor gemaakt met <laughs> scenario's... ...van Mathieu van der Poel... Uh, ...als grote kopman. Die uh, een medekopman krijgen. Eén knecht, twee knechten. Hoe gaan we dat doen? Je hebt het allemaal uitgetekend. Dat is uh, woensdagochtend... Uh, ...online gekomen en uh, nou... Het heeft niet heel lang geduurd of uh, dat artikel uh, kon alweer uh, richting de vuilbak. Want een van die scenario's uh, is het uh, geworden. Namelijk één persoon met. toch wat? Alle twee in dienst? Uh, ik denk als het puntje bij paaltje komt er wel. Uh, het is wel jammer ja. overigens, want ik had juist eigenlijk, en dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk lullen, maar ik had in mijn voorbereiding op de podcast al gezegd, Daan Holen naar voren schuiven, uitroepteken, want dat wordt hem. Uh, nou ja, dat is nu makkelijk praten, want hij is het ook geworden. Uh, maar alle optelsommetjes um, ja, die ik gemaakt had: hè, uh, ik had alle selecties van Moerenhout sinds zijn um, komst in 2019 uh, op een rij gezet. Ja, en Holen is samen met. Uh, nou ja, goed. Van Balen reed onder zijn bewind de meeste EK's en WK's. Dat waren de zes van de tien. Van de Poel en Mollema zaten allebei op vijf. En uh, Mike Teunissen, Pascal Eenkoorn en Daan Holen op vier. Waarbij ik toch wel het idee kreeg. Uh, dat het dus een van die drie zou worden. Als, als knecht. Nou ja, Teunissen is een hele goede renner. Heel slimme renner. En doet het vooral heel goed. in koersen tot 200 kilometer. Uh, daarboven is het toch net iets minder. Nou, Olympische wegwedstrijd bij mannen. is 275 kilometer. Dat is echt nog twee uur koers. na die 200 kilometer grens. Um, en toen heb ik gedacht: oké, okay, dat zou Pascal ook goed kunnen. Maar die is meer. Iemand die een finale openbreekt dan echt een pure knecht. Ja, en toen kwam ik al heel snel eigenlijk bij, uh, bij Hole uit. En ik vind dat eigenlijk een heel logische keuze. Ja, want het is uiteindelijk van de drie opties uh, die we hadden, is het optie twee geworden. Namelijk Van der Poel als absolute kopman, uh, Van Baarle en dan één renner. Waarvan we zeker weten dat hij indienende rol gaat zijn. En dat is uh, dus Daan Hole geworden. Je hebt hem al uh, gesproken erover. Uh, wat had hij te zeggen? Nou ja, allereerst dat hij uh, super blij en enorm trots ja. was dat hij uh, nou ja, het, Nederland mag uh, vertegenwoordigen op de Olympische Spelen. Uh, hij zei: Ja, goed, weet je, als, 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 voordat ik ging wielrennen, als, als kleine jongen kijk je naar die Olympische Spelen. Ja, en dan, dan, dan is dat echt een droom. Hij zegt: Het is echt cliché, maar daar droom je van. Ja, dat ik nu in, in een selectie van maar drie Nederlandse mannelijke renners daarbij ben. Ja. Hoe moet, dat, hoe moet ik dat eigenlijk uitleggen? <laughs> zei ik. Nou ja, goed, ja, eigenlijk is dat ook wel wat het is. Dus, uh, hij wist al een tijdje dat hij op de radar van Koos stond. En um, nou ja, na de Giro van, uh, van zondag hebben ze zei hij, flink gevierd uh, het puntenklassement van, uh, van Milan. Had niet heel veel slaap gehad. En uh, nou ja, toen belde Koos hem dus op met het nieuws. Um, ja, en dat hij ook uh, de tijdrit uh, er ook nog bij mag gaan doen. Ja, Dat is uh, voor hem natuurlijk als tijdritspecialist helemaal mooi. Um, en ook als je ziet, er zijn kwaliteiten, ik weet niet, uh, door, door de omstandigheden heb ik heel veel Giro-ritten, ook de allersaaiste van start tot finish gezien. En als je ziet wat voor werk hij in de eerste uren voor uh, Little Track heeft gedaan in functie van sprinter Jonathan Milan, ja, dat was echt wel in, heel indrukwekkend. Uh, ik raad mensen ook aan om de voorlaatste sprintetappe nog een keer terug te zien. Dat was die van vorige week donderdag of vrijdag, zeg ik uit mijn hoofd. Ik denk vrijdag, uh, nee, het was donderdag in de regen. Um, toen heeft Daan Holle gewoon bepaald wie er in de vroege vlucht zaten. Affini heeft het ongeveer uh, vier uur lang geprobeerd en iedere keer heeft Daan Holle gezegd: ja, niet, uh, niet uh, not on my watch, uh, friend. En die heeft hem steeds teruggehaald. Nou ja, dat is iets wat hij straks ook heel goed kan doen. Ja, en weet je, als je kijkt hoe hij het voorjaar heeft gereden, hè? het hele klassieke voorjaar voor Little Trek gedaan. En uh, hele voorjaar zag je hem vaak met zijn snufferd in de wind, veel uh, controlerend werk en altijd heel sterk. Gereden, dus wat dat betreft, uh, zeker ook met die Giro, absoluut denk ik de verdiende plek. Wat natuurlijk ook wel mooi is voor zo'n man als Hole. Uh, hij heeft altijd gekoerst met grotere toptalenten uh, in zijn leeftijdscategorieën. die de meeste aandacht uh, op, uh, op zich wierpen. Hè. Maar dat dan toch een rennen die dan, laten we zeggen, niet tot de, laten we zeggen, de wereldtoppers, uh, dat kaliber is. maar nu wel met dus de andere kwaliteiten. Uh, wel op de Olympische Spelen staat. Daar waar dus een hele hoop van die leeftijdsgenoten en mannen met, met wie hij dus nu zelfs duelleert bij de elite als, uh, als prof. Ja, daar dan toch een uh, zeer verdiende plek op zijn Olympische Spelen uh, mee, uh, mee veroverd. Vind ik wel mooi hè? dat u dus dan ja. niet alleen maar, alleen maar hard fietsen uh, ja, op, de, op, op, op het hoogste podium weet uh, te brengen. Nee, nee, en ik denk ook heel eerlijk gezegd, heel veel mensen zullen misschien hun wenkbrauw gefronst hebben bij uh, het bekend worden van het nieuws gisterenmiddag, ja. woensdagmiddag dan. Um, maar ik denk wel dat Holen echt een onderschatte renner is. Um, pak namelijk zijn uitslagen inderdaad in de voorjaarsklassiekers, zowel dit jaar als vorig jaar en maar bij. Hè. Vorig jaar reed hij voor het eerst eigenlijk alle grote wedstrijden. Hij rijdt ze bijna allemaal uit. Uh, voor een knecht is dat best wel uh, knap, want heel veel renners, zodra hun werk erop zit, zwaaien af. Uh, en heel vaak komt er dan een DNF achter hun naam te staan. Nou, bij Holen is dat niet het geval, hè. Dat, dat duidt op inhoud, want dat betekent dat hij na zijn werk, uh, of A, dat hij dat werk heel lang kan volhouden, uh, en dat hij dus niet uit hoeft te stappen, omdat hij eigenlijk ja, zo ver in de wedstrijd is gekomen, dat hij bijvoorbeeld niet door een bezemwagen uit koers wordt gehaald. Um, ja, en het duidt er ook op dat hij dus die lange wedstrijden aan kan. want dan kan ze gewoon, gewoon uitrijden. En er zullen heel veel mensen zeggen, ja, dat is in de achterhoede, maar dat tekent wel, met de rol die hij heeft, ja. welke kwaliteit Zij, hij heeft. Zijn er zijn toch veel renners die zeggen, uh, ieder jaar het cliché van... ik heb weer een stapje gezet in de winter. Nou, uh, Hole is met recht rennen die dit zou kunnen zeggen. Waarvan je echt sinds zijn belofte tijd, of eigenlijk sinds hij uh, bij uh, zeg, uh, Racing Academy kwam... ieder jaar een stap beter is geworden. En dat nu ook, zeker in zijn rol nu als uh, luitenant als binnen, uh, binnen Little Track. Uh, nou, ieder jaar uh, beter en beter uh, is geworden. En nu ook in zijn vakgebied tot, tot, tot wel de wereldtop uh, behoort. Uh, die andere renner die uh, meegaat uh, naast Van de Poel is, uh, is Van Baarle. Uh, nou, ook een, uh, eentje die we kunnen begrijpen. Een logische. ja. Natuurlijk wel in welke rol ik zie Van Baarle niet geheel gauw als uh, zich volledig wegcijferen van uh, Van, van De Poel. En ik denk dat dat ook niet meer dan logisch is. Hè, want de wedstrijd kan zomaar zijn dat uh, Van der Poel uh, er. Um, dat koersverloop niet aan te pas komt, dan heb je altijd met Van Baarle iemand die daar uh, zelf nog een finale kan rijden en, en dan weet ook hoe je finales uh, kunt afmaken. Eén uh, wedstrijd rijdt hij in ieder geval al niet dit jaar. En dat is het NK als uittredend kampioen. Nee, nee, en die gaat Van de Poel uh, Hoos waarschijnlijk ook niet rijden, nee. want die staat nu in ieder geval niet op zijn programma. En uh, ja, er is ook gevraagd door collega Niels aan Christophe Roodhoofd: komen er nog wedstrijden bij voor de tour? Nou, dat is onwaarschijnlijk. Uh, dus ja, we hebben twee Olympiërs uh, niet op het NK straks uh, in Arnhem. Daan Holen in ieder geval wel. Dat kan ik alvast cadeau geven. Kijk aan. Nou, uh, maar Van Baarle, die gaat een heel druk programma rijden. Uh, heeft natuurlijk wel een heel lastig voorjaar uh, gekend. Waar het niet helemaal uitgekomen is door nou ja, allerlei redenen. Uh, onderdeel van de, de pech van de ploeg. Maar die gaat dus nu Dauphiné rijden. Tour de France. En dan uh, zich uh, daarmee zich klaarstomen voor... Uh, Olympische Spelen en daarna dus ook nog de Vuelta. Dus voor hem ligt het, uh, zwaarte, het het grootste gewicht van zijn seizoen, uh, dat gaat eigenlijk nu pas, uh, nu pas aan. Eigenlijk hetzelfde programma als vorig ja. jaar. Toen reed hij ook de Tour, ja. WK en daarna ook inderdaad de Vuelta. Ja. Wat vind je van de selectie bij de vrouwen? Ja, verwacht denk ik. Ik denk dat, uh, dat al heel lang deze vier namen overal um, uh, rondgingen. Uh, dat ook Ellen van Dijk al heel vroeg zeker was. Um, wat ook wel terecht was op basis van haar voorseizoen. Maar ik denk toch dat het best nog wel lastig uiteindelijk geweest is. Omdat Rianne Marcus, hè, dat is onze nationale kampioen tijdrijden. Um, uh, ja, in bloedvorm is uh, eigenlijk de laatste anderhalve maand. Uh, en ja, goed, ook deze zomer toepiekt naar de, naar de Tour de France Femme. Nou, die start natuurlijk een dag na de Olympische Wegwedstrijd voor vrouwen. Ja, vind ik lastig hoor, want ik, ik denk dat zij toch ook wel, zeker met haar tijdritcapaciteiten, gewoon een medaillekandidaat uh, was geweest. Meer nog dan Vollering, maar ja, die kun je natuurlijk niet thuis laten voor de wegwedstrijd. En dan leg je Wiebes en Vos in de mand. Nou ja, Wiebes is op dit moment gewoon de sterkste sprinter van allemaal. Uh, of de snelste in ieder geval. En laat ook in de klassiekers dit jaar zien dat ze ja, gewoon op dat podium thuis hoort. Ja, en Vos, 37 jaar, rijdt misschien ook wel weer op het beste niveau ooit. Dus het, ja, voor mij waren er echt vijf namen hier waarbij je ja, er eentje moest afvallen. Ja, en dan, dan was het Van ja, Dijk ik tegen Mark. Ik kan er nog wel geweest. eentje erbij plaatsen. Met Van Androoy doe ook, uh, je dan op, denk ik. Ja, Siri van Androoy. Ja, zeker. Niet voor de tijdrit, alleen... maar wel voor die wegrit. Ja, maar ja, goed. Dan, dan kies je toch ook wel. zeg maar... Hè, die heeft natuurlijk ook een fantastisch voorjaar gereden. Is ook nog super jong. Krijgt haar kansen waarschijnlijk ook nog. Um, maar ja, dan had je dus ook in die zin. Ja, wie offer je dan op? Of je die dan op voor Van Dijk. Hè? Dan heb je dus Marcus van Dijk en Van Androoy voor één positie. Of had je toch een snellere dame moeten opofferen? Want wie gaat voor wie werken als het, als het groepje bijeenblijft waarin Vos en Wiebes zitten? Wie gaat voor wie de sprint aantrekken? Of. Gaan ze allebei sprinten zoals waar was dat, dat WK in Leuven? Dat ja. iedereen maar voor zijn uh, eigen ding deed en Balsamo ermee vandoor ging. Ja, van doorging. Um, ja wat, wat gaan we dan zien? Wat voor afspraken gaan we daarover maken? En ik las toevallig nog een interview met Annemiek van Vleuten. Uh, over, dat, over die Olympische wegwedstrijd in 2021. Waar ze natuurlijk zonder oortjes reden en van Vleuten dacht dat ze had gewonnen. Niet weten dat Anna Kiezer daar. Uh, uh, al een minuut lang op de grond uh, als Olympisch kampioen lag. Uh, en die zei daarvan: Ja, daar was toen geen plan. En uh, ze zei wel ja, daarna is wel heel veel veranderd. En is, is er ook qua tactiek en, en, en vooraf uh, nou ja, zijn er duidelijke afspraken uh, gemaakt. Maar ik ben wel heel benieuwd uh, hoe die er straks ja. gaan uitzien. Absoluut, nou, dat is nog. Uh... Nog even, even afwachten, sowieso dan moeten we ook hier de reacties even nog binnendruppelen van uh, zeker de vrouwen die het niet zijn geworden. En bij de mannen geldt het natuurlijk ook nog voor Olaf Koya. dat was ook een van de reële opties uh, zoals wij die hebben ingeschat. Ja, maar die begrijp ik eerlijk niet gezegd, gezegd wel. Ja. Nee, maar als hij mee had gegaan, hadden we het ook uh, begrepen. Heb ik toch mijn ik vraagtekens bijgezet? <laughs> ja, nee, ja, ik, ik, ik nee. heb er toch mijn vraagtekens bij gezet. En dat komt puur omdat dat parcours, dat is A, 275 kilometer lang. Nou, behouders Milaan sanremo heeft kooi nooit nog die afstand gereden. Um, en WK. qua hoogtemeters, uh, ja, maar was minder lang. Uit mijn hoofd. Volgens mij was dat 2 Nou goed, dat scheelt natuurlijk niet superveel. Maar um, uh, maakt niet uit. Uh, Kooi heeft natuurlijk ook nooit... Hè, het profiel qua hoogtemeters zit tussen de ronde van Vlaanderen en Amsterdam Amstel Gold Race in. En in dat soort wedstrijden heeft Kooi gewoon nog nooit laten zien dat hij de finale kan halen. Ik ben ervan overtuigd dat hij daarvoor echt wel de kwaliteit heeft. Maar dat deze spelen gewoon net een jaar of twee te vroeg komen. Nee goed, en dan, zou je nog, uh, dan heb je meer aan een Daan een Holen die, uh, die, die in een dienend rol uh, werk kan. Uh... Ja, goed maken, en, maar voor, daarbij ook. Voor hè, want jij zei, zo, jij zei zo straks ook van uh, goed uh, gaat van f, he, gaat, gaat één of twee knechten zijn, dus ook van ja. knechten. Die kan dat natuurlijk wel uitstekend, want die laat het al twee jaar lang bij Fisma lize Bike zien. En als ja, je en het plat niet, slaat, in de uh, Sky en Langer gelegen, zeker uh, langer ja, nee, zeker. Ja. En en als je het plat slaat, maar dat is wel een beetje gemeen omdat Dylan uh, dit voorjaar niet fit was uh, en natuurlijk vorig jaar hard gevallen is, maar eigenlijk heeft hij maar twee koersen. Echt zichzelf kunnen laten zien. Dat waren het een omlopend nieuwsblad vorig jaar, die die won, en het 1-k op de weg. En voor de rest heeft Van Balen de laatste twee jaar door omstandigheden gewoon niet heel veel kunnen laten zien, dan dat hij heel goed kan helpen. En ja, goed, ook dat WK in Leuven bij de mannen overigens, daar liet ook zien dat Van Balen met Van der Poel ook prijs kan rijden. Dus ja. Ja, en ook in Glasgow, hè. hij was dan wel dan in die voorfinale, maar toen waren er op een gegeven moment nog maar drie Nederlanders uh, in koers over. Dat waren wel Van Balen. En kooi, maar goed, die moesten dan in de, laten de diepe finale uh, zaten ze er niet meer bij. Maar goed, En waren we ook het acht renners over. Ja, en laten we ook niet vergeten, dat is misschien nog wel goed om uit te leggen, omdat ik ook, ja, verbazingwekkend, maar goed, wij zitten er natuurlijk in. Heel veel mensen begrijpen niet dat we maar met drie mogen starten. Um, de beste vijf landen ter wereld mogen met vier rennen starten. Dat zijn uh, onder meer België. Frankrijk, Denemarken en de andere uh, ploegers, zijn volgens mij Groot-Brittannië en Slovenië, zeg ik uit mijn hoofd, maar die info heb ik niet helemaal paraat. Um, het peloton gaat maximaal 90 renners groot zijn. En met alle respect van de wereld, de helft van dat peloton kan er geen bal van. Uh, het zijn renners uit exotische landen die eh, de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen. Die gaan er misschien na 100 kilometer of 150 kilometer allemaal afleggen. Dus wat krijg je dan? Een pelotonnetje van 50, 55 renners max. Um, gaat een hele gekke koers opleveren. En ik vermoed zelf, om alles in eigen hand te houden, dat de echte topfavorieten, um, Pogacar, Van Aert, Pedersen en misschien een Pitcock, al echt op 100 tot 80 kilometer van de streep gaan koersen om er een man, ja, man vond, tegen man uh... gevecht van te maken. Je mist er nog één. Ja, ik denk dat jij Tarek Pogacar gaat zeggen, maar ik vraag me af nee, of hij gaat starten. Nee, nee, je zei Van de Poel niet. Oh, wat zei ik dan? Van Aart, Pitcock, Pedersen, Pogacar. en ik naar Van de Poel? Nee, ja. Pogacar. Ik, ja, ik moet zien of hij ja. rijdt, want die heb ik dus naar de Giro horen zeggen. Ja, voor mij, uh, wat ik nu ga doen, ik ga geen gefuuelta doen. Het is vanaf nu volle bak op de tour en dan richt ik me op het WK. Die heeft de Olympische Spelen niet in zijn mond genomen. Vond ik opvallend. Hoeft niets te zeggen. Ja, maar goed, zou uh, Roglic als hij die plek zou krijgen, dat nou, uh, ook als, ah, als ze als hebben vijf plekken. Olympisch kampioen, ja, precies. Dan, maar neem ik ze mee te denken. Ja, die, die, die neemt dan die favoriete plek in voor. Uh, ja, maar op dat weet ik niet of dat, of dat wel bij Roglic past. Hè? Die Montmartre dat ja, is echt niet, een claim in de finale. Ja. Niet, net niet zwaar dus, genoeg. Uh, Nee, precies. En ik heb Roglic eerlijk gezegd ook nog nooit in een klassieker vanaf 100 tot 80 kilometer voor het einde zien koersen met krachtpatsers als een Van der Poel, als Pedersen. Luik. En... Ja, maar was nooit zo ver voor de finish. Nee. nee Andere nee, wedstrijd wel, natuurlijk ook. Uh, dat is wel een punt, ja. Dus, uh, maar goed, wat betreft Van Balen denk ik dat hij best uh, zich kan schikken uh, in een rol ja. om Van der Poel te helpen. In die finale. Ja. Uh, dan uh, nog heel even kort de mountainbike, want uh, gaan we nu wel of geen Nederlander afvaardigen daar naartoe? Van de Poel gaat het in, dit in ieder geval niet doen, maar er is wel een uh, selectieplek. Gaat die worden ingevuld? En zo ja, door wie? Uh, KMW gaat iemand voordragen. Uh, hè, lang verhaal kort: uh, Nederland heeft zich via een achterdeur geplaatst voor de Olympische Spelen. Uh, dankzij Tom Schelkes die um, op het WK voor belofte in Glasgow vijfde werd. En alle renners boven hem waren, kwamen uit voor landen die al een plek bemachtigd hadden op, via de normale uh, kwalificatieroute. Uh, en ja, de eerste twee landen in die uitslag die nog geen kwalificatieplek uh, hadden. Uh, die kregen ook een startplek. Nou, Schelkes heeft dat dus behaald. Van der Poel was beoogd om uh, te gaan, want medaillekandidaat. Er heeft alleen niemand, ook van de pool niet, voldaan aan de kwalificatie-eisen van NOC en NSF. Nu kunnen zij daar een uitzondering van maken voor een medaillekandidaat. Um, dat is Tom Schelkes niet. Die is voorgedragen. En afgelopen weekend in Nove Mesto was hij dertiende bij de beloftewedstrijd. Nou, waarschijnlijk is dat resultaat niet goed genoeg uh, voor NOC en NSF om te zeggen: van we gaan. Hè. Want er zijn bijvoorbeeld, hè, volgens mij is er een criterium van top 8 dat geldt voor alle sporten. Uh, maar er zijn bijvoorbeeld marathonlopers. Nou, dat is natuurlijk een, een, een geweldige lichamelijke prestatie die je levert. Die op twee seconden bijvoorbeeld de limiet lopen. Maar, niet dat, uh, he, maar daarmee bijvoorbeeld twaalf of 13 worden die niet gaan. Dus ik kan me niet voorstellen dat, dat de KWU ja. nu uh, over de borst strijkt en zegt. En dat is ook de verwachting van de KWU: ja. hij mag. Uh, maar ze gaan Aan hem wel voor Het verzoek wordt wel formeel ingedra ingediend. Ja. ja. En bij de vrouwen, uh, Pik en. Anne Terpstra. In ieder geval Anne Terpstra, voorgedragen. ja. ja. voorgedragen. Er zijn drie rensters die daar wel aan de kwalificatie eisen hebben gedaan. Ook nog Anne Tauber. Um, maar uh, maximaal bij het mountainbiken mogen landen maar twee uh, mountainbikers afvaardigen. In Tokio was dat nog drie. Uh, voor de toplanden dan. Nederland is een topland. Puk Pieterse is medaillekandidaat. En op een hele goede dag kan Anne Terpstra ook podium rijden. Uh, en Anne T uh, Tauber, uh, normaal gesproken ook zeker iemand voor de top tien. Uh, maar ja, die heeft iets minder uh, 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 gepresteerd en iets minder ja. zich gekwalificeerd dan Pietersen en Terpsel dat hebben gedaan. Ja. Dus Olympische die twee Spelen worden voorgedragen sta... en normaal ja. gehonoreerd. Ja, Olympische Spelen staat ook uitgebreid beschreven in uh, het zomernummer van Ride right Magazine. Uh, met uh, onder andere de tabellen van wanneer, wat en wie in actie uh, gaat komen. Uh, Daarin staan ook de hele tourgids beschreven, veel interviews, onder andere Prudom. On. Uh, en Ride Magazine kun je inmiddels bestellen, want hij is uit het zomernummer 236 pagina's. En met de code podcast krijg je 1 euro korting op de aanschafprijs. Kijk daarvoor even op ridemagazine.nl of op wieleflits.nl. Met de code podcast krijg je 1 euro korting en wordt die gewoon bij jou thuis bezorgd. Uh, waar finisht dit jaar de Tour de France Fem? Uh, op Alpe West. Ja, en daar kan je bij zijn. Want samen met Club Med geven wij een all-inclusive verblijf van vier dagen weg in het resort Club Med Alpe West. Dat is van 15 tot 19 augustus. Dus ten tijde van de finish van de Tour de France Femme kan je daarbij zijn. Dat is een winactie, die staat nu op wereldfrits. We gaan naar Mats, die deze podcast mogelijk maakt, even vragen of hij het linkje in de beschrijving wil plaatsen. Want vier dagen dus all-inclusive verzorgd in een prachtig resort boven op uh, de top van uh, Alp d'Huez. En dan kan je dus de Tour de France Femme live aanschouwen. En zien wie daar zo met de gele trui er van doorgaat. Uh, je kunt meedoen. Het enige wat je hoeft te doen. is uh, je aan te melden uh, in het formulier wat uh, in het artikel staat. Let op. Het gaat hier wel alleen om het verblijf. Je moet zelf de reis er naartoe uh, regelen. Maar het kan op alle, allerlei manieren. Uh, en het gaat dus om een resortclub met. in Alp deze week uh, is er ook al wat bekend geworden over de selectie van Visma Althans, niet officieel. Maar als je gaat puzzelen met al het nieuws, dan krijg je al contouren van hoe het eruit gaat zien. Want er zijn in ieder geval al heel wat hoopgevende signalen aangaande Vingergaard en aangaande Wout van Aert. Uh, en wat andere renners waarvan wij inmiddels weten dat zij uh, een zekerheidje zijn. En Juri, dan mag jij nu het beeld schetsen van hoe die selectie eruit gaat zien. Uh, nou, er is op de eerste plaats gewoon nog heel veel onduidelijk. Uh, omdat nog altijd niet uh, ja, zeker is of Wienkegaard en of ja. Wout van Aert de Tour gaan halen. Um, komende zondag begint het hoogte, uh, de hoogtestage van de ploeg in aanloop naar de Tour de France in Tignes. Um, Wingegaard is daar op dit moment al, om alvast te wennen aan de hoogte. Um, heeft samen met zijn gezin... Uh, op Mallorca uh, ja, gewoon lekker getraind, uh, wat bergop kunnen doen, wat kunnen dalen, zijn topsnelheid weer kunnen behalen. Uh, maar wel gewoon ook lekker met zijn gezin erbij, zodat hij heel eventjes de batterijen kon opladen. Nou, uh, onlangs is hij uh, terug naar Denemarken gegaan, daar heeft hij ook weer uh, een aantal uh, trainingen goed kunnen afwerken. Um, maar ja, hij is altijd nog niet fit, uh, moet ook nog altijd um, uh, ja, uh, uh, kracht in die schouder terugkrijgen. Uh, dus er zal ook heel veel uh, uh, ja, uh, in het krachthonk gewerkt moeten worden met hem. Um, maar goed, dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor het op gewicht brengen, het ideale gewicht, wat ook bij Van Aert nog een punt is. Vingegaard um, is dus nu al op hoogte om alvast zijn lichaam te laten wennen daaraan. En ja, de hoop is dat uh, zij allebei, Vingeraard en Van Aert, uh, de volledige voorbereiding kunnen meedraaien en straks uh, toch. Aan de start van de Tour kunnen staan. Ja, want een ander deel van de selectie. Die uh, bereidt zich nu voor op. Uh, Sierra Nevada. Uh, daar hebben we onder andere. Uh, Kelderman. Uh, Benoot Jurgensen. Uh, aan het werk uh, gezien. Uh, dat zijn wel zekerheidjes die we kunnen opschrijven. Net als, uh, net als Van Baarle. Toch? Nou ja in principe zijn er. Nu. Dus ik zou in een keer met grote, uh, grote vraagtekens nou, ja, kijken. Nou, wat, ja, uh, wat zegt hij nou weer? <laughs> <laughs> nee hoor. Nee. We kunnen denk ik uh, 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 zeker drie namen uh, ja, wel invullen. Uh, ik denk dat Van Balen, Benoot, in Jurgensen. in wat voor scenario er dan ook. altijd bij zullen zijn. Uh, Kruiswijk zijn ze intern uh, ja, heel erg tevreden over. Uh, heeft onlangs in een interview bij ons gezegd dat hij nog niet weet. In welke rol die gaat rijden. Dat is ook logisch. Uh, gaat Vingergaard mee? Wordt het de volledige klasse mensploeg? Dan is zijn rol duidelijk. Um, maar ja, gaan ze het op een andere manier invullen? Dan, dan moet nog blijken wat dan straks die rol is. Op uh, ja, de andere dus manier zijn dat... geen Vingergaard en uh, bijvoorbeeld van aard, of zelfs een Olaf-kooi uh, voor uh, voor Ja, precies. Dat zijn allemaal opties die nog op tafel liggen, puur omdat ze ja. niet weten hoe. Uh, die selectie er straks uit gaat zien, omdat het niet duidelijk nu is wie in vorm gaat zijn of, of wie de tour haalt. Um, Kelderman uh, gaat straks naar de Ronde van Zwitserland toe, dus het zou ook heel goed kunnen zijn, hè, want dat doen ze wel vaker, uh, dat ze bijvoorbeeld um, uh, ja, via die, deze weg ook Kelderman klaarstomen voor, voor Zwitserland. Nou ja, Tullet, daar zijn ze ook heel erg tevreden over uh, binnen de ploeg. Uh, maakt uh, zeker stappen, staat erop voor de Vuelta in ieder geval. En ja, in het verleden hebben ze natuurlijk ook in het kader van uh, talentontwikkeling. Uh, ook renners in dat meikamp meegehad. Want volgens mij, als ik me niet vergis, heb ik ook ergens pers. Uh, nee, um, Johannes storne het voorbij zien komen dat hij daarbij was. Ja, goed, en die gaat in mijn ogen als neoprof zeker niet de Tour rijden. Nee. Um, dus ja, dat, 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 dat kunnen, kunnen signalen zijn, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd. Nee. Dan hebben we natuurlijk nog uh, Laporte. Wat nog een vraagteken is. En wat weten we ook over, als we het lijstje verder afgaan, over Seb Koes? Uh, nou ja, Koes is in mijn ogen ook, uh, die vergat ik eigenlijk net, maar ook een zekerheid. Ja. Um, die heb ik uh, dit voorjaar nog een keer gesproken over nou ja, wat dan zijn rol gaat zijn na die Vuelta. En uh, ja, goed, het is wel uh, de bedoeling dat hij in ieder geval uh, als mede-kopman voor het klassement uh, meegaat. Um, en ik denk eerlijk gezegd dat dat ook een logische keuze is. Um, zeker omdat je gewoon niet weet hoe fit vingergaard is. En als ze dat intern al weten, weet niemand dat bij de start van de andere ploegen. En ja, dan is het gewoon heel fijn als je die twee kopmannen tactiek kunt gebruiken, waarmee ze ook Pogacar ja. natuurlijk in 2022 gesloopt hebben. Dus ik denk dat Koes altijd als medekopman voor het klassement, in ieder geval. Of misschien als solo, solo uh, klassement. En als Vingergaard niet gaat. Uh, maar dat hij er ook bij is. Ja, de dat geeft natuurlijk wel een heel andere. ...uitgangspunt ook voor Koes. Bedoel, kan hij nog puur als die luxe knecht... ...voor week drie nog wel naar een grote ronde... ...als je de voorwelte hebt gewonnen? Maar dat is dat, dat eigenlijk een, uh, al een vraagteken... ...waarvan het antwoord wellicht nee is. Dat dat, dat, dat in die ronde niet meer gaat. Uh, want dat is natuurlijk wel een beetje wat... Uh, ...het geval is... Uh, ...voor deze Tour de France. Hè. Want zo ging Koes eigenlijk de laatste jaren... is hij vaak een grote ronde ingaan... ...week één en twee zoveel als mogelijk gedijst te houden... ...om er in week drie... Er ...voor de grote kopman te gaan staan. Ga je mee als... Mede-kopman, ja dan moet hij er wel vanaf dag 1 uh, erbij zitten en absoluut geen tijd verliezen. Nee, dat klopt. Dus dat is inderdaad een heel verschil, maar dat is wel iets waar, uh, nou ja, waar, waar, waar ze wel voor gaan. Dus het uh, nee, ja, dat, dat gaat interessant zijn om te zien hoe, hoe Koes daar ook mee omgaat. Um, zeker gezien het feit dat hij vorig jaar drie grote rondes heeft gereden. Ja, ja dat gaat natuurlijk ook zijn weerslag hebben op zijn, uh, op zijn gestel. En ik ben benieuwd hoe hij er straks uh, voor staat in het toer. Ja, want op dan, dit moment, wat... net als bij al andere ja. mensen, hebben we nog niet een heel goed beeld hoe goed Koes eigenlijk is dit jaar. Nee, nee. En als dan de puzzel uh, nog wat groter maakt, want hij is nog wat groter voor Visma Elise Bui, ik heb natuurlijk ook nog Robert Geesink en Koen Bouwman, die uh, nog niet uitgesloten zijn, uh, maar in ieder geval niet de eerste opties uh, zijn. Dan moeten gek gek lopen, willen die. Uh, die ja, nee, dat, dat zie ik echt als, uh, als waterkantjes. Maar ja, goed, ja. inderdaad, wat jij schetst: hè, stel uh, ik noem maar wat Vingergaard en koes kunnen allebei niet, of enfin, uh, Vingergaard en van aard kunnen allebei niet. Ga je dan bijvoorbeeld met een deel van de ploeg vrij buiten hè? en Jurgensen zou dat kunnen? Benoot kan dat van Balen kan dat ook, uh, maar dan komen misschien iemand als als kooi weer uh, in beeld. En ja, goed. Dan zou je geesting goed kunnen gebruiken om, uh, gebruiken om bijvoorbeeld vluchten te, uh, te controleren. Ja. Um, misschien dat er bijvoorbeeld een Uiterbroeks wel in beeld komt. die dan in één keer nu uh, zonder druk alvast een keer kan proeven van een tour, bijvoorbeeld. Um, dus ja het, het, ja, het hangt er gewoon echt vanaf hoe fit zijn Vinkengaard en van aard. en halen ze de tour en zo niet. Wat gaan ze dan doen? Gaan ze dan toch bijvoorbeeld alle bal op koers doen? Gaan ze kiezen voor. Nou ja, toch uh, deel klassement, deel proberen voor rit zeggen te gaan. Maar dat is op dit moment echt gewoon nog compleet onduidelijk. Goed. ja. Um, wat wel duidelijk voor ons is, is dat dit een belangrijke week voor Willeflits is. Want we hebben een nieuw platform wat wij um, kunnen aankondigen. Uh, al een hele lange tijd uh, hebben wij uh, een database waarmee wij op Willeflits uh, startlijsten uh, creëren, maar ook uh, uitslagen al toevoegen. Dat is heel lang een beetje achter het schermen geweest om onze eigen datavoorziening goed te. Uh, kunnen voeren en uh, dat goed te kunnen opbouwen. Maar dat gaat inmiddels ook het levenslicht zien. Naast de hele toevoer richting Willefliss is er ook een los platform. Uh, we zijn namelijk uh, samengegaan met wvcycling.com, uh, een uh, historische. Database-website is dat dus ook met, met uitslagen met allemaal rennersprofielen. Eigenlijk hadden we hiervoor visieflits.nl willen gaan inzetten, maar dat is al een heel <laughs> tijdje geleden dat niet iedereen snapt wat we daarmee bedoelen. Nou, de vaste luisteraar van deze podcast, die zeker afgelopen september uh, aandachtig luisterde, weet wel nog hoe dat zit. Maar Wille Flits heeft dus een heel uh, nieuw database-systeem uh, waarbij we nu ook onze eigen uitslagen onder wedstrijdverslagen kunnen gaan plaatsen en het losse uh, platform wat uh, daaruit voortgekomen is is inmiddels uh, te vinden dat gaan we eigenlijk pas op vrijdag aankondigen dus de luisteraar die dit uh, vandaag op donderdag al luistert kan alvast scoop, even een, scoop, een uh, sneak preview krijgen uh, we noemen het cycling flash natuurlijk dus vertaald in het engels dus gaan naar cycling flash dan kan je al een glimp krijgen van uh, de database-website. Het staat nu nog helemaal in de kinderschoenen, maar dat gaan we de komende uh, dagen, weken, maanden en jaren verder uitbouwen. Dat dat een uh, complete, volwaardige statistieke uh, platform is. Waarmee we in ieder geval wielenflits uh, kunnen voeden uh, en op een andere manier ook datagedreven verhalen kunnen maken. Want dat is het uitgangspunt dat we onze artikelen meer uh, met statistieken kunnen gaan onderbouwen. Kijk dus alvast even op cyclingflash.com. Uh, later deze week gaan we dat uh, ook op Wieler wat groter aankondigen. En laat ook vooral weten wat jullie ervan vinden. Vinden we leuk? Ja. En kunnen we van leren? Ja, ja nou de eerste reactie uh, die ik al kreeg was uh, mensen vonden het op een... Uh, uh, AliExpress uh, pro cycling stats uh, lijken. Nou, dat uh, snap ik al. Maar het is ook uh, ...ik snap die gedachte, maar het is ook helemaal geen concurrentie van uh, procycling stats. Het is meer dat wij onze eigen artikelen willen verrijken met data die we nu dankzij uh, de fusie met WV uh, Cycling ook ter beschikking hebben. Dus ja, dat is helemaal niet met elkaar uh, te vergelijken. Dat is ook helemaal niet het uitgangspunt van wat we met dit uh, nieuwe uh, platform uh, willen gaan bereiken. Dus laten we hierover dus veel meer. Uh, we gaan door naar de Dauphiné. We die op het punt van beginnen. Hoe ver staan Roglic en Evenepoel? Dat zijn toch wel de twee uh, in ieder geval meest aansprekende namen die in de Dauphiné uh, gaan starten. Beide keren terug naar de val uh, in het uh, ronde van Basland. Dus uh, beide renners gaan ook als kopman naar de Tour de France. Maar hoe, hoe goed zijn ze? Deze week gaan we er in ieder geval al een glimp van uh, opvangen. Uh, en Juri, wat zijn jouw verwachtingen? Ja, ik denk eerlijk gezegd... Um... Dat Roglic, dat we, da ja, dat we die echt wel weer op topniveau gaan zien. Um, he, iedereen herinnert zich wel die foto met al die pleisters op zijn rij. na die valpartij in de ronde van de ja. Baskeland. Um, maar dat, dat, dat is wel hetgeen waar het bij hem bij gebleven is. Uh, met mogelijk wat kneuzingen, et cetera. Maar hij heeft geen breuken opgelopen. en ook geen andere. Uh, nou ja, echt zware blessures gehad. Dus ik vermoed eigenlijk gezegd. Uh, dat hij er wel staat. Ondanks dat we hem daarna niet meer gezien hebben. Uh, wel was hij uh, van de week nog in, uh, in de Sierra Nevada aan het trainen. Uh, en is hij op uh, Pico Veleta geweest. Op de top. Dat is de hoogste geasfalteerde weg in Europa. Um, die ze ook heel graag een keer... Dat ding ligt volgens mij op 3300 meter. Die ze heel graag een keer in de te hebben willen liggen. Uh, maar dat is wat complex omdat het er ook een militair terrein is. Maar goed, daar ga ik nu niet uh, te veel... Uh, uh, Vornaf maken. Daar was hij dus in ieder geval. Um, krijgt hier ook zijn beoogde uh, ja, voornaamste helpers mee, die hij ook straks in de tour heeft. En dan heb ik het over Vlaasov en Hintley, uh, die overigens ook allebei deze ronde kunnen winnen. Um, ik wil zeggen, uh, is dat... het zeker dat zij in een, uh, in een knechtenrol gaan? Nee, het zou dus ook zo kunnen zijn dat zij bijvoorbeeld nu de vrijheid krijgen in ruil voor uh, ja, onvoorwaardelijke steun straks in de tour. Um, maar goed, wat betreft Roglic verwacht ik eigenlijk wel dat hij uh, op punt gaat zijn. Zoals de Belgen dat altijd zo mooi zeggen. Uh, maar bij Evenepoel heb ik toch nog iets meer vraagtekens. Waarom? Nou ja, goed omdat hij zelf ook zegt van... Ja, God, uh, er is echt nog wel werk te doen. Um, waarmee hij eigenlijk zegt van... Ja, ik ben nog niet uh, 100% in orde. Um, dus ja... Uh, dat, dat wil ik dan wel zien. Uh, Even de Poel vind ik wel iemand die altijd wel eerlijk is, is in zijn interviews. Uh, dus ik, ja, ik verwacht uh, hem nog niet helemaal. In, uh, zeker op, nog niet in de beste vorm. Alhoewel hij hier ook uh, met zijn voornaamste twee Toerhelpers uh, start, met Mikkel Landa en Ilan uh, van Wilder. Uh, dus dat is interessant om te zien dat die twee blokken in ieder geval hier een. Uh, nou ja, een um, Generale repetitie van maken. Vingegaard was hij normaal ook gestart. Maar ja goed, dat uh, hebben we net ruim besproken. Dat gaat niet door. Um, en ja, die andere topfavoriet. Uh, die zal uh, nu inmiddels aan zijn laatste vrije dagen bezig zijn. Die topfavoriet voor de Tour. En uh, dit weekend ook op hoogte gaan. En dus geen wedstrijd meer voor de Tour zal rijden. En dan heb ik het over Tadej Pogacar. Ja, want UAE die uh, knakt het uh, in tweeën. Uh, het is... Ayuso, die in uh, Dauphiné van start gaat. Almeida, die naar uh, Zwitserland gaat. En uh, beide hier dus wel voor eigen kans uh, zullen mogen rijden... om vervolgens straks in de toeren van Ensemble om deel uit te gaan uitmaken. En in principe toch wel uh, een tweede onder uh, Pogacar moeten gaan staan. Maar ik vraag me eigenlijk af, wat doet, wat doet R.M. Yeats? Die staat een Goeie vraag, ik heb het wel ergens zien passeren Maar ik weet niet meer wat het precies stond uh, Maakt het niet uit uh, Waar ik vooral nog wel heel erg nieuwsgierig naar ben Is na eigenlijk De beste klimmer uit de Tour van vorig jaar Na Vingegaard en Pogacar En dan doe ik op Carlos Rodriguez Oeh, Heel goed, klasse, goed zo, dat was heel snel uh, Daar ben ik heel erg benieuwd naar Tweede in de ronde van het Baskenland uh, Ronde van Romandie gewonnen Zijn laatste twee koersen uh, en gaat ook uh, als een van de kopmannen van Ineos Grenadiers. na, uh, na de toer straks. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij het hier uh, vanaf gaat brengen. Want ja, um, ik vond hem vorig jaar echt wel. Uh, zeker in die laatste week. Hè, toen hij ook die rit won. Uh, in, of de voorlaatste week. Dat was, waar was dat ook alweer? In Morzine volgens mij. Um, na die afdaling. En ja, daarvan dacht ik wel. hé, hey, dit is iemand die de komende jaren misschien wel naar dat niveau toe kan groeien. Dat wordt ook al jaren gezegd, dat dat een van de grotere nou ja, talenten ook voor de toekomst is. Ineos heeft hem heel rustig gebracht. Um, maar ja, zeker gezien die laatste week vorig jaar, viel natuurlijk nog wel in die 19e of 20e etappe, waarbij Koes ook viel, uh, die daardoor allebei heel erg veel tijd nog verloren. Um, dus ja, ik ben wel benieuwd hoe die uh, het er nu van afbrengt in dit deelnemersveld. Uh, en wat dat dan uh, voor straks geeft. Want voor mij is hij... Uh, he, iedereen heeft het over Roglic, Vingegaard, Evenepoel en uh, uh, Pogacar. Maar ook hij is eigenlijk voor mij top vijf kandidaat. Ja, ja, aan het lijstje van renners waar ik toch wel met een schuin oog naartoe ga. Die gaan echt niet uh, zo snel meedoen om de overwinning. Uh, is mijn verwachting. Met bijvoorbeeld ook zo'n Theo Gegenhardt. Die toch voor Little Trek uh, ook Zwitserland. Uh, of uh, Dauphineen gaat doen. Daarna ook naar de Tour gaat. Uh, maar nog geen podiumplek in het klassement dit jaar heeft uh, gepakt, natuurlijk wel een grote kopman uh, is, is aangeworven dus heel benieuwd wat, wat we van hem kunnen gaan zien, zeker nu die toprenners in topconditie aan het uh, treden zijn voor, uh, richt, richting de Tour de France en een van de namen, uh, Antonio Tiberi dat is dus een iets meer dan een week uh, krap na de Giro dat hij alweer zijn volgende wedstrijd gaat doen ja, Als heel op de opvallend. Deelnemerslijst blijft staan. Maar ik vind het wel, wel opvallend. Want het is toch wel redelijk kort na elkaar. En het is nog zo'n jonge snaak. 22 jaar. Toch de jongere klassement gewonnen. Vijfde in de Giro. En dan ga je alweer door naar de volgende ronde. Want dat is waar. Ja, nee. is nu dan een week, maar. Ja, nee, dat klopt. Dat, uh, dat klopt. Dat heb je inderdaad, zie je wel vaker. Uh, dat dat wel eens gebeurt. Dat of een Dauphiné of Zwitserland uh, nog meegepikt uh, worden. Ik kan me nog herinneren, volgens mij was dat een Dauphiné van 2014, zeg ik uit mijn hoofd. Toen had Contador net de Giro gewonnen. En toen reden Froome en Nibali ook uh, criteria de Dauphiné. En dat weet ik nog, omdat de vierde man die eigenlijk bij hem kon blijven, was een Nederlander. Weet je nog wie dat was? was in ja. Belkin tijd nog. Kelderman reed daar toen een fantastische. Okay. Of criterium of ronde voor Zwitserland. Het werd volgens mij vierde in het eindklassement. Na die drie grote namen. Nou, toen was hij ook echt nog pas ja. twee jaar prof. En waren die verwachtingen natuurlijk uh, hoog gespannen. Nou, Wilke heeft een fantastische carrière tot op heden gehad. Um, met een aantal top-vijf noteringen in vrijwel alle grote rondes. Maar ook vooral heel veel pech gehad. Ja. Um, dus uh, daarom, daarom weet ik dat nog. Dus het gebeurt wel vaker. En Contador had toen destijds, wat ik zeg, ook de Giro gereden. En. Uh, en reed daar dus daarna ook het criterium de Vuelta. Maar zeker voor zo'n jonge renner als Tiberi, opvallend. Ja, op zijn voorlopige programma staat daarna een een, een rustperiode. En uiteindelijk uh, op de voorlopige deelnemerslijst van de Vuelta. Uh, en Chris Vroem die aan de Dauphiné gaat deelnemen. Zal daar toch wel, als hij toch nog een keer naar die Tour wil, het in de Dauphiné uh, gaan moeten tonen? Ja, ja, ik ben alleen wel heel erg... Uh, nou ja, uh, hij is intussen 39, hè. is uh, net, uh, net verjaard. Maar ook als je ziet wat hij dit jaar al gereden heeft. 27e in, in de ronde van Rwanda. Uh, dat is dan februari. Dit not start in de vijfde etappe van Tirreno Adriatico. En eergisteren, dinsdag was dat dan, 47e in de Mercantour Classic. Gewonnen door uh, Lenny Martinez. En daar uh, strandt Froome uh, op. Uh, 17 minuten en 40 seconden in het uh, gezelschap met alle respect van Gordy uh, Lopez, Pau Marti en Jardi uh, van der Lee. Um, dus ja, als hij die Tour nog wil halen, dan moet er echt wel iets, nou, dan moet er echt een wonder gebeuren. Dat durf ik wel te zeggen. Ja, wellicht dat we het wonder van uh, de Dauphiné gaan uh, meemaken de komende week. Uh, volgende week gaat het eventjes uh, peilen hoe dat uh, ervoor staat. Qua sprinters is er... Uh, weinig uh, kansen, dat zie je dus ook terug in het deelnemersveld, uh, Mats Petersen, Sam Bennett zijn eigenlijk de grootste namen die uh, aan de start staan uh, en dat is allemaal uh, bij ons ook te volgen op, uh, op de site uh, dagelijks, en dus ook met onze eigen uitslagen van deze wedstrijden. Uh, Jury uh, we hebben nog één uh, punt waar we het over moeten hebben namelijk de, oh. de discussie van de week Um, dat is ook naar aanleiding van de ZLM-toer die eraan zit te komen, waar Tour de Tietema niet aan uh, de start staat. Nou, dat is, uh, verhaal is inmiddels uh, wel bekend. Ze zeggen geen uh, volwaardige selectie te kunnen afvaardigen en zodoende te hebben. Uh, besloten deze wedstrijd uh, te schrappen als uh, Nederlands pro-team, dus niet in een uh, Nederlandse uh, wedstrijd. Nou, uh, wij zijn er gekeken van, hey, wat vindt men daarvan? Nou, van alles, uh, maar als er uiteindelijk over uh, geschreven moet worden, valt dat in één keer wel wat mee. Uh, maar het heeft ons ook wel gebracht tot een punt wat wij uh, hebben opgevangen, dat ze nu bij de K.M.U. in ieder geval aan het spreken zijn over Nederlandse ploegen startplicht uh, te geven in Nederlandse wedstrijden. Daarvan hebben wij deze week een discussieartikel gemaakt. Ik ben ook heel benieuwd wat vind jij er als luisteraar van En nu, Jury, jij in het bijzonder. Moet dat gebeuren? Um, ja, ik vind het een lastige discussie. Want moet het? Ja, nee. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe weinig wedstrijden het zijn. Ja, dan denk ik bij mezelf. Als we het over de profteams hebben. Dus dan hebben we het over uh, Visma Lease Bike. Team DSM Virminig.nl en Tour de Titema Unibed. Zijn het maar vier wedstrijden, waarvan drie eendagskoersen. ZLM is de enige rittenkoers in Nederland van profniveau. Ja, dan, dan moet ik toch concluderen: die kun je prima bijrijden. Het zijn in totaal acht koersdagen. Dat maakt het verschil volgens mij niet op een jaar. En ja, als je daarmee een organisator kan helpen, hè, dat je toch de, de, de beste ploegen uit eigen land voor het publiek ook. Die dan misschien toch sneller geneigd zijn om naar die wedstrijd te gaan. Om toch misschien een VIP-arrangementje af te nemen. Om ergens uh, uh, een drankje te drinken. Of een hamburger of twee naar binnen te werken. Ja, weet je, al dat soort dingen helpen gewoon organisatoren. Uh, om, om hun wedstrijd levend te houden. Om, om ervoor te zorgen dat de sponsoren aanhaken. Of dat sponsoren juist verlengen. Uh, en ja, dat is wel gewoon heel erg belangrijk. Omdat in het Nederlandse wielermilieu de, de laatste tien jaar. Heel veel wedstrijden zijn weggevallen. En door alle uitdagingen die er liggen. Hè, denk aan de stikstofproblematiek. Natuuruitruisend gebieden. Um, uh, de vermindering. Politiebegeleiding. Inderdaad, de ja. vermindere politiebegeleiding. Uh, de stijgende kosten. Al dat soort zaken meer. Maken het leven van organisatoren zuur op dit moment. En als je dan als Nederlands commerciële topploeg. Je steentje bij wil dragen aan je eigen toekomst. Want als er geen maar Nederlandse je wedstrijden je is, zijn. He? Dat is het ook bij het Fanbase. Ik bedoel, de kans, hoeveel gelegenheden hebben Nederlanders uh, om de Nederlandse ploeg uh, in actie te zien. Dat is al zeer nee, paard. Ja, dat zeg ik net. Het zijn maar uh, op profniveau in ieder geval uh, maar vijf koersen. Ja, als je de Amstel erbij rekent, maar dat, ja, daar moeten Visma, Lisa, Bike en, uh, en DSM sowieso storten. En dat is überhaupt ook geen discussie. Um, maar die andere wedstrijd denk ik van ja, kom op. Dat, dat kan prima. Um, uh, maar het moet ook niet zo zijn dat ze bewijzen van hè, als je bijvoorbeeld in een World Tour-wedstrijd niet start, uh, om wat voor reden dan ook. Tenzij je een heel goede reden hebt, moet je daar volgens mij een boete van 10.000 euro van betalen. Uh, voor betalen of een, of een x aantal duizend euro per renner die je niet, uh, die je niet start. Ja. Um, ja, dat gaat me dan weer wat te ver. Ja. Alleen ja, ik vind. Ik vind wel dat ploegen erbij moeten zijn, eigenlijk. Nou ja, goed. En het gaat natuurlijk ook verder. Ik bedoel, we hebben het nu over het profniveau, maar dat geldt ook dus dat Nederlandse vrouwenteams bijvoorbeeld in de Ronde van Drenthe starten. Maar ook de Nederlandse opleidingsploegen, samen alle continentale teams, in Olympiastuur uh, van start gaan. Dat, dat, en, dat is Rukven, wat... en de en de sterf van Zwolle ja. en, en omloop der Campen, Nou, noem ze allemaal maar op. Ronde van de achterhoek, ja. al dat soort koersen. Zouden die inderdaad ook dan ja. moeten starten? En dus niet ja. daar de profteams. Nee. En uh, wat als we even inzoomen op het, het ZLM-verhaal, wat natuurlijk een uh, toch gek verhaal is, is dat Titema uh, afzegt voor uh, ZLM. Die hadden een contract, dat is weer terug ingeleverd. Want ze hebben geen volwaardige selectie, maar wel in het weekend naar uh, Belgische koersen van start gaan. Weliswaar geen meerdaagse, maar daar wel met een selectie van start gaan om, om, om te koersen. Ja, dat is dan dwars door het Hageland. Die vindt plaats op de zaterdag van de ZLM Tour. Dus de vierde etappe. Nou, daar kun je nog zeggen van... Goh, ja, het is een eendagscours. Dat uh, kost ons minder energie, uh, minder verplaatsing, minder geld. Uh, het is ook een 1.pro-wedstrijd. ZLM Tour is 2.1. Uh, kun je allemaal nog iets van zeggen. Maar ik vind het een, een, een kul argument. En uh, ja, dat de organisator van dwars door het Hageland en een week later Balloa's Belgium Tour... Dezelfde is als de René Wittour, waar ze net een wildcard voor hebben gekregen, zie ik niet los van elkaar. Nee, dat ze alles bij in dit geval dan organisator Gorazzo die wedstrijden uh, hoog kiezen en wellicht dus in Hageland starten, om zeker te weten dat ze ook dan die andere koers, of dat dat misschien wel een package deal is uh, geweest. Precies, en daarvan uh, zou de ZLM-koers wel eens de dupe kunnen zijn. Hè? Ja. Organisator Libema uh, ja, organiseert alleen de ZLM-tour op de weg. Ja, en Golazzo is natuurlijk een grote speler. Um, ja. En als je die tevreden kunt houden, ja, wie weet wat dat in de toekomst nog meer ja, voor je kan betekenen. Wel, maar daarbij vergeet ze natuurlijk wel wat, wat, hoe belangrijk die koers vorig jaar geweest is. Hè? Toen ze nog als continental ploeg uit, uh, uh, de uitwaartkaart kregen, de rit winnen. En eigenlijk daarmee die ploeg uh, het grote, een groot succes uh, daarmee behaalde. Ja. Waren ze niet moreel verplicht om te starten? Nou Ja, daar kan je wel wat van zeggen, sowieso. Ik sprak er nog oud-renners over, die bijvoorbeeld ook bij uh, bij, uh, bij LottoNL Jumbo uh, uh, en, en voorgangers En die zeiden van, ja, weet je, uh, het was niet de belangrijkste wedstrijd op onze klant. Het was de wedstrijd die, 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 die geschrapt zou kunnen worden. Maar het was nooit een probleem om een selectie op de been te krijgen. Renners wilden gewoon graag de Sterre Electro Tour, hoe dat toen nog heette, en daarna de ZLM Tour, wilde men gewoon rijden. Dat was gewoon... Was, was niet eens een discussiepunt of dat wel of niet ging, uh, ging gebeuren. Daar nou, zijn ook menig renners. Uh, ik weet bijvoorbeeld nog dat uh, Maarten Tjelingi deze koers uh, aangreep om, om zijn afscheid te maken. Die reed tot en met juni en in de ZLM-tour nam hij afscheid van het, uh, het profpeloton. Nou, dat had ook in, in, in grotere koersen kunnen zijn. Die had ook nog gezegd: van, nou, ik had uh, Laten we zeggen, Milan Seremo nog een keer willen rijden en na Sanremo Remo uh, zwaai ik af. Dus ja, ik, uh, ik zei al in de intro, een ploeg als Titema. Dat moet gewoon geen discussiepunt zijn. Dat heeft ook met planning te maken. Uh, start in het ZLM Tour. Desnoods met, met minder renners. Hè. Als je niet de volledige selectie... Je kunt ook met, met vijf man van, van start gaan. Ben je er wel, toon je wel de goede wil. En help je, draag je ook je steentje bij aan het, uh, aan het Nederlandse wielrennen. Nou ja, en, en gewoon ook het feit... Hè. Vorige week reden ze wel de Ronde van Noorwegen. Ook niet met ja. een ploeg die daar superveel uh, te zoeken had. Um, ze rijden dus wel dwars door het Haageland. betekent wel dat je dus... een een, een aantal renners in je selectie. Heb die een wedstrijd kunnen rijden. Hadden dan ook ZLM kunnen rijden. En een week later rijden ze. En de Balouaz Belgium Tour. En de Ulber Oostenrijk Groenvaart. Nu is dat een klimkoers. ZLM is natuurlijk volledig vlak. Dus die vind je, kun je niet helemaal vergelijken natuurlijk. Maar ja. Als je renners voor de Ballowaas belgium tour hebt, dan heb je die ook voor de ZLM-tour. En ja, dan kun je wel als reden aanvoeren dat de, uh, de Ballowaas belgium tour de ideale voorbereidingskoers op, op de René Tour is. Nou, daar zit tien weken tussen. Je gaat ook niet van de Tireno Adriatico zeggen dat dat de ideale voorbereidingswedstrijd op de Giro d'Italia is. Er zit ook tien weken tussen. Dus dat vind ik een beetje bullshit. Um, uh, maar goed, zeg dan gewoon, komt ons niet uit. In plaats van, ja, uh, we, hebben, we kunnen niet de volwaardige selectie... Uh, op de been brengen. Want inderdaad, Davide Bomboy ligt eruit, Cedric bakker christoffersen ligt eruit. Maar hoe is het dan met de rest? Welk, wat, wat markeren dan die andere renners allemaal? Ja, en vooral daar moet nog eens achteraan, ja, maar goed, die gaan daar, daar waarschijnlijk weinig van zeggen. Wat vinden die Nederlandse renners ervan dat ze deze wedstrijd niet kunnen rijden in, uh, in eigen land? Uh, nog even ter verduidelijking. Het feit dat de KMU hierover praat, staat wel los van het hele Tour de Titelma en ZLM verhaal. Dat heeft meer te maken met dat uh, er. Uh, tariefverhogingen... Uh, doorgevoerd worden voor ploegen... maar ook zowel voor wedstrijdorganisatoren... die het dus al lastig hebben. Dus zijn er ook geluiden vanuit wedstrijdorganisatoren... van oké, okay, als dan die wet, als dan tarief omhoog gaat... geef ons er wel wat terug... door bijvoorbeeld een garantie... dat Nederlandse ploegen moeten starten. Want nu moeten nog wel eens... Hè, zeker ook in het verleden... werd er nog wel eens extra betaald... Uh, moesten organisatoren extra betalen... aan ploegen om uh, bijvoorbeeld de toprenners... aan uh, de start te krijgen. Nou. Zo is het een beetje van voort wat, hoort wat. En zo is dus die discussie uh, al een tijdje op gang. Maar nu met dit hele Tour de Titema-verhaal uh, in, in ZLM, wel in één klap een heel stuk relevanter. ZLM-tour start volgende week. Daar hebben wij uh, uiteraard een voorbeschouwing van en dagelijks verslag. En wij zijn daar ook zelf aanwezig om uh, verslag te doen van deze Nederlandse wedstrijd. Want, jury, dat is belangrijk om het Nederlandse wielrennen wel de aandacht te schenken dat uh, het verdient. Want ja, ook wij willen, uh, hebben er baat bij uh, als wielerliefhebbers, maar ook vanuit journalistiek oogpunt dat de Nederlandse wielrennen ja. wel blijft. Zonder Nederlandse wedstrijden krijgen we ook geen talenten meer. Hebben we over nou ja, een x-aantal jaar ook geen toppers meer. Minder aandacht, minder bezoekers dan waarschijnlijk ook voor wielerflits. Nou ja, dat cirkeltje ja. hebben we zelf ook een bijdrage aan te leveren en dat gaan we doen. Precies. Goed, dit was de aflevering voor... Uh... Deze week, als je de podcast leuk vindt, geef ons 5 sterren op Spotify en op Apple Podcasts. Je kunt ook bekijken op YouTube en op Spotify. En volgende week zijn wij terug met een nieuwe aflevering van deze Wieleflit podcast Dank voor het luisteren. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.